Het is overduidelijk dat Khalid Sophie er in aanloop naar de verkiezingen voor heeft gekozen om een veel links progressievere koers te varen. Om veel meer BNNVARA te zijn. Maar tegelijkertijd vormen zij momenteel de vroege talkshow van NPO1 en als je niet met een ander programma afwisselt, moet je er toch voor iedereen zijn? Angela de Jong vindt van wel. Zij is echt helemaal klaar met die Khalid Kassem en Sophie Hilbrand. De ene na de andere vernietigende kolom rolt uit haar pen en ook de uitzending van gisteravond schiet bij haar in het verkeerde keelgat. De talkshow had vier jonge moslims aan tafel zitten om te praten over de verkiezingswinst. Het zit hen niet lekker dat Geert Wilders zo groot is geworden. Ze worden nu anders aangekeken in het openbaar vervoer, geven ze aan. Maar ze hadden ook hoop. Want met deze uitslag werd Wilders gedenormaliseerd, en had 75% van de bevolking, de niet-PVV-stemmers, nu een gezamenlijke vijand, wat Angela samen in haar afschuwelijke taal, vindt Angela. Ik schrok daar nogal van. Maar laat ik hier nu maar niet over Pim Fortuyn en Theo van Gogh beginnen. Als er bij Ongehoord Nederland op zo'n opruiende en demoniserende manier, werd gesproken over de denkachterban, was het publieke bestel te klein geweest, schrijft de opiniediva. Het gaat me om de ontstellende eenzijdigheid van Kalit Sofie. Die stoort me. Werken daar journalisten of actievoer? Angela bedoelt die vraag retorisch. Ze vindt dat Kalit en Sofie er veel te veel alleen voor hun eigen achterban zijn. En om zeven uur s'avonds avonds op NPO 1 is er een bredere talkshow nodig, stelt ze. Niet alleen voor de wereldvreemde bewoners van de grachtengordel die in de financiële positie zijn om GroenLinks PvdA te stemmen. Pvv-stemmers krijgen geen normaal podium in het programma, al dus Angela. Eén troost, niet alleen de inhoud van Khalid Sophie, maar ook de kijkcijfers zakken in rap tempo naar het niveau van M. We weten hoe dat is afgelopen.